Hoe sta je hier eigenlijk? Ja, met weer al een zuur gevoel natuurlijk. We zijn 70 minuten de betere ploeg, voor mijn gevoel. En dan loopt het weer fout. Organisatorisch natuurlijk. We gooien een spits erbij en dan maken we de verkeerde keuze door te blijven gaan. Dan hadden we misschien moeten inzakken. Maar we zijn een jonge, gretige ploeg en wij willen natuurlijk voor die 3 punten gaan. Maar het was weer niet goed gekozen. Je zegt volgens mij waren we 70 minuten beter. Nou, volgens iedereen hier hoor, volgens mij. Oké, ja. Ik heb nog niks gehoord. Kijk, op het veld, ik was met mijn enkel bezig en met mijn conditie. Dus hun hadden natuurlijk ook wel heel veel kansen. Wij ook heel veel grote. Dus ik weet niet precies hoe die verhouding was. Nou, zeker in de eerste helft had ik de indruk dat FC Dordrecht hier thuis NAC gewoon aan het wegspelen was. Jawel. En dat is het zuur ook, dat we die complimenten krijgen. Maar je moet wel goals maken. Het draait wel om die punten natuurlijk. Je zegt, ik was met mijn conditie en mijn enkel bezig. Was het pittig? Ja, ik heb 3 weken niet getraind. Dus ik moest wel in de focus blijven. Ik moest geen gekke dingen doen. En het was gewoon een zware wedstrijd, vooral de tweede helft, omdat we bleven gaan. En ja, 80 minuten zat ik er doorheen, dan ben ik er bewust afgegaan. Dan moet je ook zo professioneel zijn om te kijken van op de bank zit er iemand met vers bloed en die zal het dan beter doen. En dus ben ik er afgegaan. Ik mag hopen dat je wel tevreden was over je eigen spel, want wat mij betreft man of the match. Ja. Ja, was je tevreden? Was ik tevreden? Ik moet de wedstrijd nog terugzien. Ik heb nu nog echt een slecht gevoel over het algemeen, over het team. Ik ben echt een teamspeler. Ik ben niet iemand die opvalt. Dus ik probeer andere jongens beter te laten spelen. Dus als u dat vindt, dan dank u wel. Maar ik heb nu nog niet dat gevoel. Je bent ook degene die toch veel ervaring heeft voor dit team. En ook degene die het organisatorisch neer kan zetten als kapitein. Toen jij eruit ging, werd het ook minder. Werd je niet gewoon woedend of machteloos van de kant ook? Dat je zag dat er zoveel ruimte achterin kwam? Jawel, maar ja, wat ik al zei, ik moet aan het team denken. Kijk, ik kan erop blijven staan en dan mijn mannetje laten lopen en dan scoren ze alsnog. Dus ik ga ervan uit als er iemand anders opkomt, dat hij het dan zal overnemen of dat er iemand anders op staat. En dat was jammer genoeg niet het geval. Maar ik denk dat ik alsnog wel de goede keuze heb gemaakt om eraf te gaan. Ik moet ook verder kijken, er komen nog veel belangrijke wedstrijden. Ik kan het gaan forceren, maar dat is niet slim natuurlijk. Wat was het nou dat al jullie middenvelders in één keer eroverheen wilden, toch nog op het laatst? Is dat dan frustratie dat jullie niet voorkwamen überhaupt, terwijl je zoveel kans had gecreëerd? Nee, kijk, we hebben met Goossens en Overeem, we hebben 2 jonge jongens. En hun hebben nog niet echt veel wedstrijden gespeeld op het hoogste niveau. En hun krijgen gewoon een opdracht van aanvallend voetbal en proberen die goal te maken. En voor hun is het, hun hebben nog die sturing nodig om te horen van kijk, nu is het genoeg geweest, je moet een punt pakken, want ja, we hebben die punten nodig, maar dat wordt dan niet aangegeven, misschien ook van de kant niet, maar misschien ook niet van in de ploeg zelf en van mij uit, en dan loopt het fout. Ja, nu hoor ik Ernie Brandt zeggen, Jeffrey Fortes zeggen, en jou ook, jullie hebben genoeg hè, van de complimenten, het is tijd voor punten. Ja, wat ben je met die complimenten als je uiteindelijk onderaan blijft staan en er zijn ploegen die veel minder als ons spelen en hun hebben dan meer punten. Ja, daar ben ik niet blij mee. Dat is het laatste dan. Je hebt wel een lichtpuntje. Je bent zo lang beter. Dat zegt toch wel iets? Ja, hopelijk. Het seizoen is nog lang. Dus hopelijk gaan we wat minder spelen of blijven we even goed spelen, maar dan wel met die goals en die punten erbij.